Dit is nou een raaf. Knappe jongen ben je. En dit is zijn familie. Oom Kraai. Die is de helft kleiner dan Raaf. En dit is tante S. Ekster. Die is weer kleiner dan Oom Kraai. Als hij zijn vleugels uitspreidt, kan hij wel 1 meter worden. Dat is zo groot als een hele grote stap. De raaf is super slim. Als hij zin heeft in een lekkere snack, gebruikt hij, ja dat is echt waar, gereedschap. Met een tak peutert hij een vette larve uit een boom. En met een steen mept hij een nootstuk. En als hij echt honger heeft, kijkt hij zijn vriend de wolf lief aan. Raaf vertelt wolf wanneer er een gewond dier in de buurt is. Dan gaat de wolf op jacht en daarna gaat raaf aan tafel.